Ik heb mij dus ooit aangemeld voor Love Island. Ronde 4 hebben we het nu over. Jongens, ik was zo dicht bij op tv komen. Kijk nou. Dit hebben ze gewoon gegeten. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en ik heb net mijn eerste video online gezet. Oh my god, zo leuk. Het kostte heel veel bloed, zweet en tranen. Nou oké, niet bloed, zweet en tranen eigenlijk. Het was gewoon leuk, maar het duurde veel langer dan ik dacht. Ook natuurlijk omdat heel veel nog ingesteld moest worden. Hoe ga ik de banner doen? Hoe ga ik mijn thumbnail maken? Hoe ga ik mijn hele fucking leven doen? Maar goed, dat is nu allemaal gefixt. Dus hopelijk ben ik voor alle andere video's iets minder lang bezig. Op de planning staat sporten, een TikTok video maken, Instagram content maken en posten. Mijn mails even bijwerken en vanavond komt Aniek. Dus super leuk. Ik heb zieke spierpijn van gisteren. Oh mijn god. Oeh, had het dus een leg day gedaan en het was 5 maanden geleden. En ik werd vannacht gewoon een paar keer wakker van de spierpijn. Echt, ik kan niet normaal opstaan en lopen. Het is echt... Oh, het is echt heel erg. Maar dat is goed voor de gains. Ik denk ook dat het niet erg gaat worden dan dit. Want het is natuurlijk nu echt super lang geleden. Maar echt mijn hamstrings, de binnenkant van mijn benen, echt alles doet pijn. Oh, maar oké, we gaan er weer voor. Lekker mijn ontbijtje. Dit is nog Alpro yoghurt met blauwe bessensmaak. Aardbeien, granola en chiazaad en lijnzaad. I love it. Ondertussen zit Matt ook nog even de eerste video te bekijken. Woe! Ik ga straks dus in mijn eentje naar de gym. En ik heb een chest day. En mijn armen ook natuurlijk. Alleen, ik weet niet, ik vind het een beetje awkward of zo. Ik ben natuurlijk al heel lang niet geweest. Gisteren dan met Matt leg day gedaan. Maar ook omdat ik daar dan nu ga vloggen. Voelt het een beetje awkward. Maar het komt helemaal goed hoor. Ik neem jullie gewoon mee. Maar ik vind het wel even delen dat ik het een beetje awkward vond. Nou, daar ga ik. En ik kan er zo een zonnebril op doen. Die omlaag. Woe! Die gaan weer omhoog. Wat is een nieuwe nummer? Ik ben er. Ik ga beginnen met roeien. Fuck my life. Om even een beetje op te warmen. Maar ik heb zoveel spierpijn. Ik kan dus echt gewoon amper zitten. Oké, ik ga vandaag de borst, schouders en triceps trainen. En ik heb dit schemaatje ooit gemaakt in het ver verleden toen ik net begon, een jaar geleden. Dus ik ga nu deze doen. Ik heb net dumbbell press plat gedaan, dus gewoon zo liggend zeg maar. En normaal gesproken doe ik die met 8 of 10 kilo, maar ik heb nu even lichter gepakt, 6 kilo. Omdat ik dus nu echt voor het eerst weer dit ga doen na heel lang. Dus we gaan rustig opbouwen, maar... Nou, ik heb er wel zin in. Oké, dit is echt awkward. Eindelijk is iedereen weg, dus ik kan eindelijk even mijn outfitje laten zien. Een lekker pakkie van Gymshark, die heel leuk overloopt. I love. In je eentje in de gym is ze zo anders filmen dan wanneer iemand kan filmen en je kan supporten, aanmoedigen. Ik sta hier nu, lonely. Ik ben weer thuis, eindelijk. Oh mijn god. Mijn handen vroren eraf op de scooter en mijn enkels ook. En Matt heeft een nieuw stukje opgenomen voor dit nummer. Woe, woe. Ja, die was zeker wel goed hoor. Oké, inmiddels heb ik gedoucht, gegeten, even wat aan mijn gezicht gedaan. En was ik net mijn current shape aan het filmen. Want ik wil dus over een paar maanden dan dat ook filmen en met elkaar combineren. Dat je goed het verschil kunt zien. Maar toen dacht ik, als ik het even hier film. En ik wil dus trainen voor een dikke bil. Iets meer abs en wat meer armspieren. Want nou ja, het is nu best wel weer afgevallen. Of hoe noem je dat? Dun geworden.
Dus iets meer body eigenlijk. Dus dit is hoe het er nu uitziet. Oh god, ik vergat helemaal mijn arm te flexen. Dit is hoe mijn armflex er nu uitziet. verder ga ik me nu even omkleden om even een TikTok te maken. Ik moet ook nog een video maken. Die wilde ik eigenlijk gisteren al maken. Dat is voor Instagram. Die had ik laatst gefilmd, maar die moest ik nog editen en posten. Alleen gisteren was ik helemaal lost in de vlog editen dat ik daar niet meer aan toe ben gekomen. Dus die wil ik vandaag ook nog doen. Dus goed, nu eerst even omkleden. Nou, we zijn dus even TikToks aan het opnemen. Matt had een leuk idee. Let op wat hij net deed. What the fuck? Hoe dan, hè? En hij legde hem gewoon zo casual weer weg. Nou, sorry, maar ik heb dit nooit eerder gezien, hoor. Goed. Nou, er wordt ook eentje wakker. Heel mooi. Kijk even hoe pretty deze lucht is. Echt mooi. Ondertussen zit Matt zich mentaal voor te bereiden. Omdat ik de boerenkoolkruiden ben vergeten. Dus die moet nu naar de winkel voor boerenkoolkruiden en jus. Fuck. Ondertussen de situatie hier met de stamppotkruiden en jus. Of nou ja, dit moet nog jus worden. En een vega rookworst en een normale rookworst. Of nou ja, normaal. Het is niet normaal, jongen. Het is niet normaal. Nou, het verschil tussen mijn bord en die van Matt. Kijk wie er helemaal vanuit Azië hier naartoe is gevlogen speciaal voor mij. Ja. Nee, dat is eigenlijk niet waar. Maar je bent wel net terug van je reis. Ja. En ze heeft een kikker geproefd. Ja, dat is wel echt heel goor. Zullen we dat plaatje even laten zien? Ja, is goed. Nou, dit kan toch niet? Dat is echt heel Hij stelt niet scherp, maar ik denk dat het maar beter is. Oh nee, kijk nou. Dit heeft ze gewoon gegeten. Ja, het is wel echt... Nou, het Doe even normie. Kijk dan, je ziet ze gewoon liggen. Het lijken net mensen. Met die benen. Echt zo, alsof het zo'n mannetje is. Ja, een klein mannetje op een stokje. Oh, en hoe vond je het op een schaal van 1 tot 10? Nou, oprecht nog zou ik niet verwachten, maar wel een 8 eigenlijk. Oh mijn god. Waar smaakt het naar? Wat naar kip eigenlijk. Dus het was wel best wel gewoon normaal prima. Maar het is gewoon niet eruit. Het was gewoon goor. En de bordjes zaten er nog in. Het was wel wat minder. Maar ik ben wel een strijder, hoor. Je hebt het wel gewoon gedaan. Oh mijn god. Nou, Aniek is net weer weg. En ik ga beginnen aan Love Island UK. Oh my god. Fine fucking Lee. Ik vind het zo'n leuk programma. Gewoon sowieso om elke dag iets naartoe te... Of hoe zeg je dat? Je hebt elke dag gewoon iets om naartoe te leven. Je kan het elke dag even zien. Nou trouwens, dat klinkt wel heel snel als dat hetgeen is waar je alleen maar naartoe leeft. Maar met bijvoorbeeld Echte Meisje in de Jungle is het maar 1 keer in de week. En dat vind ik wel een beetje jammer. Maar dit is gewoon elke dag. En ook bijna iedereen kijkt het. Dus je hebt altijd als je dan bij een vriendin bent of zo, dat je gezellig samen kan kijken. Dus dat is wel leuk. Ik moet trouwens even wat vertellen over dit programma. Wacht, ik ga het even op pauze zetten. Ik heb mij dus ooit aangemeld voor Love Island. Echt heel grappig. Ik was ook heel ver gekomen. Dus eerst heb je gewoon, dat kan iedereen doen, zo'n video die je moet opsturen of foto. Nee, gewoon een normale aanmelding met foto's. Toen daarna moest ik een video maken met een introductie. En daar was ook een bikini video of zo. Moest je lopen in je bikini. Beetje raar, maar ik denk meer om te kijken hoe je in je bikini bent voor de camera. Aangezien je daar op het eiland ook de hele tijd in je bikini loopt. Of je het dan niet awkward vindt. Toen moest ik op casting komen en ik had toen een fucking hersenschudding. En er waren van die lampen. Nou, het was echt too much. Maar goed, het was wel grappig. Daar was ik ook doorheen gekomen. Toen moest ik met een psycholoog praten. Dus dat was de laatste ronde. Ronde 4 hebben we het nu over. Jongens, ik was zo dicht bij op tv komen. Echt grappig. Maar toen daarna werd ik gebeld met het nieuws. Dat er dus blijkbaar al heel veel mensen zoals ik waren die meededen aan het programma. Nou, sorry, maar er is niemand zoals ik. Maar goed, ik ben achteraf heel blij. Want anders had ik Matt nooit leren kennen. En nu ben ik met mijn schatje. Maar hoe grappig is dat? Hoe grappig is dat? Dat ik gewoon bijna in dat fucking programma zat. Dat is toch echt ziek. Maar goed, ik ga nu lekker kijken. Ik vind het gewoon geweldig dat deze presentatoren tenminste ook echt kunnen presenteren. Bijvoorbeeld Valerio, sorry hoor. Vroeger was hij echt wel gewoon leuk, vlot. Maar bij Echte Meisjes in de Jungle, ik vind hem echt kapot saai. Dit is gewoon lekker extra. I love it. Ja, geweldig.
Jongen, ik had per ongeluk seizoen 1 aangeklikt. Ik heb gewoon 10 minuten van mijn leven verspeeld. Ik dacht ineens, huh? Ik ken deze mensen. Maar goed, nu gaat de show echt beginnen. Ja, ik heb de deuntje helemaal gemist. Ja. Oh, ik zit er alweer helemaal in. That's what I'm talking about. Nieuwe energie. Wat bedoel je? Nou, normaal is altijd die andere presentatrice. En dit is de presentatrice? Ja, snap je? Waren die jongens even. Nou, ik strompel hier echt als een gehandicapte door het huis. Maar goed. We hebben gezien tot aan dat de koppels gevormd werden. Want inmiddels is het volgens mij ook al 11:30 of zo. Dus morgen weer even verder kijken. Maar in ieder geval, heel erg bedankt voor het kijken van deze video. Vond je hem leuk, doe dan je duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren. En dan zie ik je heel erg graag bij de volgende video. Doei! Zeg maar, slaap lekker tegen iedereen. Miauw, miauw. Nee, oké. Okay. Oh, wat rusten. Wat rusten. Hmm.